Mijn naam is Imen, ik ben 13 jaar en ik woon in Amsterdam-Nieuw-West. Ik wil eigenlijk mijn buurt, de stad en daarmee de wereld een beetje mooier maken. Daarmee zet ik me in voor gelijke kansen en ben tegen hokjesdenken, discriminatie en racisme. Ik heb mijn eigen kidscoalitie Jongplein 4045 opgericht. Ik ben erfgoeddrager van koloniale sporen in mijn buurt, waarbij ik eigenlijk het verhaal van mijn oma vertel, die dit jaar precies 70 jaar geleden aangekomen is vanuit voormalig Nederlands-Indië. Wat eigenlijk bijzonder is in haar verhaal, is dat zij heel erg heeft moeten strijden voor haar vrijheid en voor gelijke kansen. Want wat zij merkte, al best wel jong, is dat zij anders werd bekeken en anders werd behandeld, omdat zij eigenlijk niet in het hokje paste. En daar heeft zij voor gestreden en haar verhaal vertel ik verder. Hokjesdenken, discriminatie en racisme gebeurt nu nog steeds heel veel. En daarom denk ik dat het heel erg belangrijk is om daar oog voor te hebben en daarover in gesprek te gaan. Want ook ik zelf word wel eens in hokjes geplaatst. En ik merk dat dat eigenlijk een beetje normaal is geworden. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om daar meer in gesprek over te gaan. De onderwerpen waar ik me mee bezig houd komen ook allemaal terug op vrijheid en kinderrechten. De vrijheid en het recht om jezelf te kunnen zijn. De vrijheid en het recht om je stem te kunnen laten horen. En de vrijheid en het recht om zelf aan het roer te staan van je eigen toekomst. Ik denk dat vrijheid eigenlijk het begin is, maar dat het ook geen einde kent. En daar moet gewoon aandacht voor zijn. Het is eigenlijk een heel groot begrip dat je echt oneindig over door kan denken. Dit is dus de speelplek met het schaakbord dat ik heb ingediend. We zijn hier op Plein 4045, dat is het tweede herdenkingsplein van Amsterdam. En ik woon hier en ik vind het heel erg belangrijk om me hier in te zetten voor een betere buurt. Ik zat in de leerlingenraad en via de leerlingenraad mocht ik naar de wijkraad. Maar helaas mocht ik daar maar een jaar in zitten. Toen dacht ik, nou, ik wil zoiets ook in mijn eigen buurt. En toen heb ik Jongplein 4045 opgericht, zodat kinderen in mijn buurt een stem hebben. Met Jongplein 4045 doen we acties, zoals plastic prikken, plastic suppen. Op 5 mei hebben we geholpen. We helpen met de buurtkeuken, Ramadanpakketten delen we uit. En we waren aanwezig bij de kinderdialoog voor het masterplan Nieuw-West. Waarom vind je dit nou zo belangrijk? Het is heel erg belangrijk omdat wij wonen hier als kinderen, maar we hebben soms niet altijd een stem in hoe eigenlijk onze buurt eruit ziet. En er verandert heel erg veel. En daarom vind ik het belangrijk dat kinderen in de buurt ook een stem hebben. Hier achter mij staat de prijs van Amsterdammetje van dit jaar. Die heb ik dit jaar gewonnen voor eigenlijk wat ik eigenlijk allemaal doe in de buurt. En ik voel me helemaal vereerd. Eigenlijk. Als ik nu naar Den Haag kijk, dan denk ik af en toe wel van, waar zijn de kinderen? Waar zijn de jongeren? Waarom hebben wij geen plek in Den Haag? Waar we nu over praten allemaal, gaat ook over onze toekomst. En het heeft ook impact op onze toekomst. Dus daarom vind ik het belangrijk dat wij er ook een stem in hebben. En dat wij zelf ook aan het roer staan van onze eigen toekomst. Mijn grote droom is om uiteindelijk premier van Nederland te worden. Toen ik 8 jaar was, keek ik een keer naar de tv en toen zag ik iets over politiek. En toen dacht ik, wow, dat is eigenlijk best wel cool, zeg maar. En ik vond altijd die onderwerpen al belangrijk. En ik dacht, waar kan ik die onderwerpen nou goed aankaarten, dat er ook echt naar mij wordt geluisterd. Ik dacht, de politiek is de perfecte plek daarvoor. Ik wil gewoon premier worden. En zo ben ik daar dus niet mee bezig. Ik word premier. Denk ik. Ik denk dat het gewoon goed is. Ik ben iemand die ook altijd hele hoge doelen voor mezelf stelt. Maar ik denk van, ik ga er gewoon voor. En ja, weet je, alles wat op mijn pad komt, ik kom er wel uit. Ik ga er gewoon voor.